was 1934. Mijn moeder riep verontwaardigd mijn naam. Tine, jij hoeft die vieze troep van die lui niet op te ruimen. En de plee hoef je ook niet schoon te maken. Jij bent een kamermeisje en geen werkster. Maar moeder, ik ben blij dat ik die baan heb. Er staan 10 anderen klaar om mijn baantje over te nemen. Zeg maar tegen je werkgever dat koningin Wilhelmina in 1923 bij ons in de plaggenhut is geweest. En zeg erover verbaasde dat wij zo schoon waren. Ja, moeder, hoe vaak had ik dit verhaal al niet gehoord. Moeder haalde dit altijd aan als onze afkomst in het geding kwam. Door de week werkte ik in een fabriek en dat was ook geen vetpot. Maar mijn ouders waren echt straatarm. Mijn vader had het altijd maar over de oorlog in 1418. Maar deze, 1940, wat hangt ons nog boven het hoofd? De bevrijding is zeer dichtbij. Wees voorzichtig. De Duitsers schoten op burgers. Radio Oranje was te voorbarig geweest. Iemand had dit bericht de wereld ingestuurd. Ik verslikte me bijna in mijn koffie. En toen ik uitgehoest was, zei ik, nee Klaas, ik ben het nog steeds niet met je eens. Ik ben gekomen om te vragen of je dat wapentuig wil neerleggen en weer bij ons komt wonen. Omdat ik niet met mijn grote liefde alleen wil zijn. Bij al dat volk, zo mak. Wanneer kom ik hier weer uit? Ik voelde me veilig bij deze grote man. Hij liep vlak naast me en vroeg, hoe vond je de preek van dominee Overduin? Heel goed, zoals altijd. En jij, Evert? Ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel van meegekregen. Er zat een waternimf naast me in de kerk en dat trok me heel erg aan. Wel fijn hoor, dat je je eigen kind krijgt. En dan kunnen we die vervelende SS-jongens kunnen we wegdoen. Die worden straks toch alleen maar gepest op school. Mijn jongens wegdoen? Waar wegdoen? Hoezo wegdoen? Het zijn de SS'ers, die moeten weg. Ze worden gepest. Maar je gaat ze toch niet naar een kinderthuis sturen of zo? Dat kan toch niet? Het zijn mijn jongens. Het kan me niet schelen waar naartoe. Als ze maar weg zijn, dan heb je toch straks je eigen kind. Jantina, ik wil niet dat je met de kerst alleen bent. Kom maar bij ons. Ja, ik wil eigenlijk niet met uw vrouw samen. Ik kan haar niet zo goed met haar omgaan. Het enige voordeel was dat ik mensen kon doorgronden. Ik keek dwars door ze heen. Ik voelde hun angsten en de boze bedoelingen. Het was net of de soldaten nog even de baas wilden spelen voor ze zich overgaven. Ik zei, moeder, uw stoffelijk overschot ligt hier onder mijn voeten.
Ik sta hier en mijn bloed stroomt. Mijn hart klopt, maar ik ben dood. Oh, voordat we nou naar de bruidsvisite gaan, zullen we nog even langs het graf van Lena gaan. Lena, die dode zus, die is al jaren dood. Ik heb er helemaal geen zin in. Laten we gaan feest vieren. De woorden kwamen vanzelf. Ik droeg een gedicht voor, van Willem Kloos. Ik had van zijn weduwe een boekje met gedichten van zijn hand gekregen. Wanneer ik dood ben, lief, en iemand zegt dat ik zo niets was, dan zult gij oprijzen, hem op deze allerlaatste bladen wijzen en zeggen, hij was groot.